Als je nou kijkt naar hier in Nederland, die Michael van 11 jaar, die terug moet naar Armenië met zijn moeder. Dat is toch van een diepe, diepe treurigheid dat we zo'n jongetje terugsturen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Daar schaam je je toch diep voor. Wat een klote land zijn we geworden in allerlei opzichten. Ja. Nou, Caroline de Gruyter had er een aardig stuk over en die had een volstrekt identiek voorbeeld in Oostenrijk. Dat doet ze natuurlijk voortdurend overal voor. Nee, ik zou zeggen, een klein beetje coulance, een klein beetje tolerantie, een klein beetje flexibiliteit. En het blijkt ook als je dat bestudeert dat het een oerwoud van halfgare regels en organisatieprincipes daarachter zit. Ja. Allemaal eigenlijk geboren uit die wonderlijke kramp die we nu bezig zijn te beschrijven. Namelijk dat we een enorm immigratieland zijn. En eigenlijk net doen alsof dat niet zo is. Ja, dat is flauwekul. Daar moeten we mee op. We zijn een immigratieland. We kunnen alleen maar functioneren met immigratie. En kijk dan eens naar de randverschijnselen. En ga niet de randverschijnselen de schuld geven van het veel grotere probleem, als je dat als een probleem wil zien. Ja. Ik vraag aan alle luisteraars, die vraag aan alle Nederlanders, wie komt die pakketjes bij u bezorgen? Ja. Zijn dat altijd sympathieke figuren, die witte mannen zal ik maar zeggen, die Nederlands spreken? Nee, absoluut niet. Want in Trouw zeiden ze ook, twee journalisten, Christophe Smit en Bart Zuidervaart, de minister Faber die hier verantwoordelijk voor is, die kan die Michael wel helpen, maar dat wil ze eigenlijk helemaal niet. Tuurlijk niet, dat wil ze absoluut niet. Ja, voor haar achterban ben je de held als je Michael eruit flikkert. En alle andere Michaels ook. En zij zegt, als we voor hem een uitzondering maken, moeten we dat ook voor al die anderen doen. Zo die is situatie het, en dat zouden ze maar beter kunnen doen. Maar is daar niet iets voor te zeggen? Nee. Het gaat uiteindelijk niet om tienduizenden mensen, absoluut niet. Dus jij pleit ook voor een nieuw kinderpardon, als het hier om gaat? Ja, zeker. Ik pleit voor een realistische benadering van het immigratievraagstuk. En ophouden met de suggestie te wekken dat onze problemen gerelateerd zijn aan asielzoekers. Maar goed, met dit kabinet kun je het dan wel schudden. Zeker, daarom. Ik ben ook niet een groot liefhebber van het zittende kabinet. Dat zou je wel begrijpen. Ik begrijp ook totaal niet dat dat door NSC in de lucht gehouden wordt. Hè? Ik hield NSC voor een fatsoenlijke groep van mensen die zich terecht zorgen maken over de wijze waarop Nederland in de afgelopen jaren bestuurd is. Maar ja, als je dan zo'n kabinet gedoogt, sterker nog, als je daarin participeert. Kijk, de VVD, dat is een opportunistische machtspartij, daar kun je alles van verwachten. Niet waar, het aantal idealisten in de VVD, dat kun je met een lampje, met een lantaarntje zoeken. Maar niet bij de NSC. En die hebben dit ook mogelijk gemaakt. Caroline de Gruyter zegt inderdaad, wij hebben Michael Oostenrijk Altina. Ja, laat ze het even lezen. Heel interessant voorbeeld. Trouwens, Tina keert weer terug. Laten we dat er even bij zeggen. Met een Nederlands toeristenvisum overigens. Even kijken. Ze schrijft inderdaad, de toen 12-jarige Tina was en is even Oostenrijk zoals Michael Nederlands is. Ook zij raakte met haar moeder en jongere zusje verstrikt in een systeem van regels, bijgevelde bepalingen, bruggetjes, bypasses en zoveel uitzonderingen en speciale categorieën, dat iemand in een procedure ingaat, daar jarenlang in kan zitten en rondzeilen. Ja. Een systeem dat door veranderende omstandigheden en politieke eisen zo ingewikkeld en arbitrair is geworden dat het om zijn eigen as is gaan draaien en eindeloze juridische gevechten in de hand werkt tussen ouders en de staat over de ruggen van kinderen die het juist zou moeten beschermen. Ja, dat heeft ze maar weer eens mooi geformuleerd. Maar ja, verstandigheid is vaak in de politiek ver te zoeken. Het is in de politiek vaak opportunisme, schijn die voor werkelijkheid wordt gehouden en omgekeerd. De politiek is maar zelden een bevredigend schouwspel, laat ik het zo zeggen. En is met de moderne mediacultuur enorm kwetsbaar geworden voor poppenkast, theater, onzin, stop de bootjes. Allemaal flauwekul eigenlijk. Ja. Want stop de bootjes was een uitspraak van Rishi Sunak, hè? Die natuurlijk best wel beter wist. Je zegt ook een luisteraar, de 11-jarige Michael en zijn moeder dreigen uitgezet te worden naar Armenië. De Raad van State vindt dat ze uitgezet mogen worden, terwijl Michael al zijn hele leven hier in Nederland woont.
Dit is niet oké. Teken de petitie voor humaan asielbeleid, zegt Michelle Hamers. Ja. Teken vooral. Het gaat niet helpen. Ja. Even kijken. Dan hebben we nog de kwestie rondom prinses Laurentien. Ja, daar kunnen we heel helder over zijn. Prinses Laurentien moet ophouden met haar werkzaamheden, wat mij betreft. Ik ga me helemaal niet verdiepen in de vraag, zijn de bezwaren tegen haar optreden terecht of niet terecht? Dat doet er niets toe. Een lid van het Koninklijk Huis, iemand die valt onder de regel dat de minister verantwoordelijk is voor haar gedrag, dient zich niet te bemoeien met heikere kwesties die direct de Nederlandse politiek aangaan. Ja, want even wat meer context schetsen. Dat is gewoon niet de afspraak. Schets even de bredere context voor de mensen die dit gemist hebben. Ja, Laurentien heeft een soort organisatie opgericht die die slachtoffers van de toeslagenaffaire wil helpen. Daar ging veel geld in rond, begreep ik. Zij is al een beetje op de rem gaan staan. Maar nu klagen allerlei ambtenaren van het ministerie van Financiën over haar optreden. Dat zou... Ze zou allerlei woedeaanvallen hebben. Daar wil ik mij verder helemaal niet in verdiepen. Of dat waar is of niet waar is, kan ik ook heel moeilijk nagaan. Want je leest aan de ene kant dat dat zo is. En aan de andere kant lees je dat die ambtenaren zuurpieten zijn. Dus, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat zij een lid is van het Koninklijk Huis. En dat ze zich met deze zaken niet moet bemoeien. En morgen mee moet ophouden. Omdat ze uiteindelijk ook de rol, je weet, ik ben helemaal niet voor het Koninklijk Huis, maar het Koninklijk Huis heeft een functie in het Nederlandse staatsbestel. En daar houdt zij zich niet aan de regels. En dat moet ze doen. Zij zal zelf wel vinden dat, nogmaals, dan moet ze uit het Koninklijk Huis treden. Uit de officiële, juridisch geregelde omstandigheden van het Koninklijk Huis. Maar zij zal zeggen, ik wil vanuit die rol, wil ik wat betekenen voor de maatschappij en gaan ook meer deuren open. Dan doe je maar wat anders wat niet politiek gevoelig ligt. Ik weet niet, leesbevordering, wat deze ook alweer. Prima, leesbevordering, kan er geen kwaad. Helpt ook geen bal, maar goed, leuk dat het gebeurt. Ja, leesbevordering. Ook zoiets, als mensen niet willen lezen, moeten ze het vooral niet doen, toch? Ik heb wel begrepen dat het een groot probleem is in Nederland. Ik heb een keer zo'n bijeenkomst bijgewoond. Het is overal een probleem. En ik zou ook wel eens willen weten, werd er dan vroeger zoveel gelezen? Dat was helemaal niet mijn ervaring, eerlijk gezegd. Maar ik heb ook wel eens mensen ontmoet die niet kunnen lezen. En ja, dan krijgen ze brieven van zeker, de overheid. Zeker, dat is altijd een vrij aanzienlijk, verrassend hoog percentage mensen. Wat dus in ons schoolsysteem niet echt goed leert lezen. Nee. En die schamen zich daar ook voor. Ja, dat is een groot probleem. Omdat je natuurlijk enorme last hebt als je niet kunt lezen. Nee. Dan moet je zeggen, ik kan prima lezen. Sterker nog, ik ben denk ik een van de beste lezers die je ooit ontmoet hebt. Maar er zijn veel missieven van onze overheid waar ik niets van begrijp. Die mij volledig boven de pet gaan. Kun je nagaan als je dus niet kunt lezen hoe het dan op je overkomt? Ja, dat is net alsof er een hele andere taal wordt gesproken, neem ik aan. Ja. Ik begrijp nog wel eens een beetje de taal die ze gebruiken, maar ik begrijp vaak niet wat er bedoeld wordt. De overheid kan op dit punt zelf ook zijn gedrag aanzienlijk verbeteren. Hou op met die ambtelijke taal. Schrijf in normaal Nederlands. Hè? Zo dat werk. Laurentien zit ernaast. Laurentien moet dit niet doen. Anders moet haar zwager, is dat de zwager, de koning? Willem-Alexander. Ja, laat hij nou eens bellen en zeggen, kom op Laurentien. Hè? Laten we een barbecue organiseren bij Huis ten Bosch en daar moeten we eens over praten. Constantijn, haar man, die zit natuurlijk ook in dat ecosysteem van investeren in innovatieve technologieën, hè, met TechLeap. Ja, en dat is natuurlijk geen gevoelige issue, neem ik aan. Maar als je een lid bent van het Koninklijk Huis, dring je ook daarna te dragen. Ja. Als je dat niet wil, moet je je uit het Koninklijk Huis laten transporteren. Want je begrijpt wel dat ze, doordat ze lid is van het Koninklijk Huis, toch een heel andere positie had dan wanneer ik bijvoorbeeld die organisatie zou leiden. Hè? Want dan moet je altijd denken, oh wacht even, maar het is wel prinses zus en me zo. Hè? Dus mensen gaan zich anders gedragen. Ik heb toch wel eens al die voorbeelden gegeven van een onzinnige gedrag wat mensen vertonen als het om het Koninklijk Huis gaat. Hè? Dat je denkt van, er is niet hoe is niks geworden.
Ja, al moet ik je toch zeggen dat ik die Constantijn ook vaker bij het Groeifonds heb ontmoet, waar die ook in zo'n commissie zit. En ja, hij stelt zich daar toch heel normaal op. En als die vaker er is, wordt het ook normaal. En ja, zie je dat kennelijk mensen... is dat niet controversieel. Dit is een heel controversieel punt. Dat was zo klaar als een klontje. Dat is waar, ja. En ja, dat is niet verstandig. Ik kan me ook nog herinneren van die bijeenkomsten van die mensen die dus niet kunnen lezen, dat ze dus een beetje verbloemen. Hè? Dus dat ze naar hun werkgever doen. Ja, het doen, schijnt zo... dat ze hele effectieve methodes ontwikkelen om dat te verbloemen. Precies. Maar ik zou zeggen, dat moet, waren er vroeger niet, had je niet vroeger de moeder MAVO, waarbij mensen die niet goed hadden leren lezen, uiteindelijk konden leren lezen en zo. Ja, nou, ik was een keer in Heerlen op het Vista College, ook een omgeving waar dat natuurlijk heel erg speelt. Hè? Die, wat is dat, die voormalige oostelijke mijnstreek. Daar zijn dus mensen die dus dat aangepakt hebben, zijn nu een soort van ambassadeur en een soort van coach, die andere mensen die niet kunnen lezen helpen en stimuleren, kom bij zo'n organisatie die er iets aan kan doen. Ja, daar ben ik allemaal erg voor. Om die mensen alsnog in ieder geval de basisvaardigheden bij te brengen. Je kunt je misschien ook afvragen hoe groot zijn die percentages. Zou dat op de lagere school, want ja, daar moet je leren lezen door, ja. De lagere school. Zou dat niet verbeterd kunnen worden, het leesonderwijs? Ja, zou misschien dat uurtje ouwe hoeren over de scheiding van de ouders van de kinderen niet opge... Nou, weet dat nou? Is dat op de basisschool? Ja. Oudergesprek? Nee. De gespreksronde. Ze hadden altijd zo'n gespreksronde. Dat hadden wij helemaal niet, een gespreksronde. 0,0. Nou, er zijn ook... Sorry, er zijn ook wel... Kringgesprek, nou het, weet ik het weer. Het kringgesprek, sorry. Het kringgesprek, dacht ik altijd van jongens, kom op. Hou het dan in ieder geval zo beperkt mogelijk. Ja. Je hebt in Noord-Brabant heb je het leesoffensief, waarmee ze ook met de bibliotheken dingen proberen te doen. Dan hoor je toch dat er heel veel verschillende aanpakken zijn in het land. Er is niet één grote eenzijdige aan. Ja, ten eerste denk ik dat vroeger het niet zo heel veel beter was. Dus dat het niet een nieuw probleem is. Laten we wel wezen dat gezeik over die iPhone, daar moet je toch ook minimaal voor kunnen lezen. Ik begreep zelfs een soort van bazaal Engels onder de knieën hebben. Dus hoe zit dat dan precies? Maar mijn ervaring is helemaal niet dat vroeger mensen veel meer lazen dan tegenwoordig. Absoluut niet. Ik weet niet wat ze wel deden. Klaverjassen of zo, weet ik veel. In het café zitten ouwehoeren. Nee. Mensen die veel lezen is altijd een betrekkelijk kleine groep geweest, is mijn indruk. Oké. Al moet ik je zeggen dat ik daar geen cijfers over weet. Nee, de NOS heeft nu zo'n journaal in gemakkelijke taal. Hè? Heb je dat gezien? Nou, dat is nog niet zo gek, want dit doet mij denken aan mijn tante Mary Zaliger. Die keek altijd naar het jeugdjournaal, want ze zei altijd, ja, het normale journaal, daar begrijp ik geen hout van, maar het jeugdjournaal, dat is veel beter. Want daar wordt altijd uitgelegd hoe het zit. He? Want daar leggen ze uit wat de WHO is. En daar houden ze niet al die afkortingen. Dat doen ze ook niet. Bleek uit onderzoek dat mensen helemaal niet wisten wat de CAO was. Dus ja, dan weet je ook niet waar het item over gaat. Nee. Tot slot voor rekening. Daar zou het journaal al heel veel kunnen verbeteren, denk ik. Ja. He? Dus door het leg dingen uit. Maken, en dan eventueel elke dag. He? Net zo goed als ik elke dag het nog weer eens uitleg, terwijl ik het al 33 keer heb uitgelegd. Over de PVV en Wilders, ja, zeker weten. Precies. Want nogmaals, alle effectieve onderwijs steekt in herhaling.